Is er vakantie gepland? Nee, wij hebben niks gepland eigenlijk. Omdat ja, corona heeft toch ook financieel een beetje een kader geslagen. Ik ben blijven draaien, gelukkig. Maar bij Steven is zowat alles geannuleerd. En er zijn natuurlijk wel de steunmaatregelen geweest. Maar wij verwachten ons nog wel aan wat belastingen. En de toekomst is toch wel een beetje onzeker op cultureel vlak. Dus wij willen een slag om de arm houden. Qua financiën, want sowieso met 5 op vakantie gaan kost veel centen. En als ik echt vakantie wil, dan wil ik voor Pippa ook een aparte slaapkamer. Dus moeten wij sowieso iets hebben met 3 slaapkamers. Dat kost echt wel best wel wat geld. Dus we hebben niets gepland en wij zien wat het leven ons brengt. Wij kijken uit misschien naar een last minute, maar misschien ook niet. Het speelt geen rol.